Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij dit webinar. Als je op dit moment erbij bent, welkom. Als je later kijkt en luistert, ook van harte welkom. Mooi om dit eerste webinar te hebben bij de online cursus Hier en Nu, Leven in de Geest, waarin we stilstaan bij het spirituele gedachtegoed van Henry Nouwen. Wat we vanavond gaan doen is eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb ervoor gekozen om uit het boekje dat ik centraal heb gezet in de cursus, dit is mijn exemplaar daarvan, om dat middelste hoofdstuk vooral te bestuderen, misschien zelfs bijna. Ik heb daar een heel aantal citaten uitgehaald waar ik graag wat omheen vertel. Ik begin zo even met een kort overzicht van dat boekje. Ik heb ook wel vragen binnengekregen, maar hebben toch even voor gekozen om die nu niet centraal te stellen. Ik zag net nog een vraag binnenkomen die ik wel interessant vond. Dat was de vraag, wat is er eigenlijk nieuw aan Henry Nouwen in vergelijking met de andere lessen en cursussen van de School voor Spiritualiteit? Dat vat ik even op als een compliment, want dat betekent dat degene die die vraag stelt eigenlijk zegt van wat ik nu bij Henry Nouwen lees, dat hoor ik steeds al eigenlijk bij de School voor Spiritualiteit. Dat geeft alleen maar aan, denk ik, hoezeer ik beïnvloed ben door Henry Nouwen. Dit is wel echt de eerste cursus die ik over hem geef. Dat was ik eigenlijk anderhalf jaar geleden, wilde ik dat al wel gaan doen. Maar dit kwam er maar niet van. En toen heb ik ergens in november, december de knoop doorgehakt en gezegd, ik ga het nou gewoon een keer doen. En ik heb uiteindelijk dat ene boekje, Alles Nieuw, uitgekozen. Maar uiteraard in de lessen, als je ze volgt, zie je ook dat er andere materiaal open gaat. Maar wie een beetje weet hoeveel boeken Nouwen heeft geschreven en hoeveel materiaal er beschikbaar is, dan weet je ook dat het maar een topje van de ijsberg is, als het ware, wat in de cursus naar voren kan komen. Maar ja, ik voel me zeer verwant met het gedachtegoed van Henry Nouwen. En daarom past het ook helemaal binnen het aanbod van de School voor Spiritualiteit. Ik zie een mooie vraag staan. Ik heb het vragenformulier niet ingevuld, maar snapt iemand die afbeelding op de voorkant van het boek? Misschien kunnen mensen een poging wagen in de chat. Ik zie er een spiegel in, denk ik. Dat is eigenlijk mijn associatie, dat het een spiegel is. Maar het lijkt ook een ei. Nou, mooie prijsvraag. Wie verklaart de afbeelding op de voorkant van het boekje? Ik laat het nog even één keer zo zien. Even zo dicht mogelijk bij de camera. Kijk eens eventjes. Ik denk toch echt dat het een spiegel is. Voel je vrij om in de chat wat achter te laten. Dat geldt voor dit hele webinar. We nemen er een uur tot drie kwartier voor. De informatiedichtheid zal denk ik best hoog zijn van wat we vanavond doen. Eigenlijk doen we aan close reading. We pakken één hoofdstuk uit dat boek van Henry Nouwen. En daar geef ik een heel aantal citaten van door. En daar vertel ik ook het een en ander omheen in de hoop dat het dan ook nog wat meer gaat leven, of dat het nog wat meer context krijgt of wat meer diepte. De boeken van Henry Nouwen lijken eenvoudig. En tot op zekere hoogte zijn ze dat ook, maar ze hebben tegelijkertijd een diepgang, een spirituele diepgang, die het mogelijk maakt om al die boeken gewoon keer op keer te lezen. Ik ga de presentatie in beeld zetten. En dan nog een knopje en dan zijn we er. Dit was de start van dit webinar. En we gaan dus een heel aantal citaten uit dat boekje van Henry Nouwen lezen, nadat ik even het totaalplaatje heb laten zien. Want wat is nou de opbouw van dit boek? Ik wissel het woord boek en boekje even af. Boekje, dat is soms een beetje te kleinerend, vind ik. Maar goed, het is een dun boek. Maar het heeft wel veel inhoud. Dus dan is het weer niet zo mooi om over een boekje te spreken. Maar ik wissel dat een beetje af. De boeken van Henry Nouwen hebben altijd een zeer gestructureerde opbouw.
Ik kwam vorige week ook ergens tegen, of van hemzelf of van iemand anders, dat hij ook gewoon echt veel belang hechtte aan een heel goed gestructureerd verhaal. Hè. Heel vaak zijn zijn boeken of zijn verhalen in drieën ingedeeld, waar hij drie dingen laten zien. Nou, zo is dat met dit boek ook, alles nieuw. Drie hoofddelen, en er zit altijd dan een inleiding voor en een conclusie of een uitleiding achter. Ik heb het even hertaald. In het eerste hoofdstuk, dat de titel heeft Al het overige, schetst hij eigenlijk een beeld van het, wat de Bijbel het oude leven noemt, het bezorgde leven. Het leven dat onvervuld is, waar verveling in voorkomt, waar wrok is en neerslachtigheid en eenzaamheid en agressie. Dat zijn allemaal echt Nouweniaanse woorden. Hij zal niet zo snel zeggen van dat we zondig zijn. Dat is niet de taal die hij veel gebruikt. Gebruikt hij ook wel een enkele keer. Maar hij is ook altijd wel, laten we zeggen, de psycholoog. Ik heb alle vragen die binnengekomen zijn wel even gelezen. En er was ook een vraag over, nou, is Henry Nouwen ook een soort psycholoog of zo? Jazeker, hij heeft psychologie gestudeerd. Heeft er in al zijn boeken altijd veel waarde aan gehecht om zijn spirituele, theologische insteek te verbinden met een psychologische insteek. Hij heeft heel veel mensenkennis, allereerst van zichzelf. Maar die mensenkennis die hij van zichzelf heeft, die biedt hij wel aan op een manier waaraan je herkent dat hij ook wel echt een psycholoog is, dat hij weet waar hij over spreekt en dat hij de woorden goed kan vinden. Dus al dat overige, hè, waar het eerste hoofdstuk van het boek over gaat, dat gaat over het oude leven. Het leven wat, waar veel ongeluk in zit, waar veel frustratie en misschien wel verbitterdheid in zit. En ik vind het zelf erg mooi dat Henry Nouwen in zijn boek ook zegt van het is ook belangrijk om dat echt onder ogen te zien. Daar moet je niet overheen springen. We hebben nog wel eens de neiging om hele mooie verhalen op te hangen over het spirituele leven. En dat klinkt dan allemaal te mooi om waar te zijn. En Henry Nouwen wil eigenlijk echt de waarheid op tafel hebben. En dat betekent in deze zin even dat we eerlijk zijn over hoe ons leven er vaak uitziet. Hè, daar is Henry Nouwen ook een meester in, zou je kunnen zeggen. Dat hij oprecht en eerlijk is over hoe gebroken zijn eigen leven ook is. Pas als je die gebrokenheid aan de lijve ervaart en onder ogen ziet, komt er ruimte om ook dat leven dat meer heel is in het vizier te krijgen. Nou, de tweede, en daar gaan we het vanavond met name over hebben in dit webinar, gaat over het nieuwe leven. Eerst Gods Koninkrijk, hè, dus het Koninkrijk van God, dat staat voor het nieuwe leven, dat vanuit de hemel op aarde gekomen is in de persoon van Jezus. Ook een heel belangrijke karaktertrek van het werk van Henry Nouwen. Hij stelt altijd Jezus centraal. Hij is heel erg christocentrisch, om dat woord even te gebruiken. Dus dat is belangrijk in het spirituele gedachtegoed van Henry Nouwen, dat hij altijd weer zich richt op Jezus. En dat nieuwe leven, eerst het Koninkrijk van God, dat zou je kunnen samenvatten, daar komen we zo meteen bij de citaten nog wel tegen, dat het nieuwe leven een nieuw centrum krijgt. Een nieuw centrum van waaruit het geleefd wordt. En in dat hoofdstuk 2 laat Nouwen zien hoe dat er bij Jezus uitziet en hoe dat er bij ons uit kan zien. In het leven van Jezus en in ons leven. En dan het derde, en dat is het laatste hoofdstuk van het boek. En daar zal de tweede deel van de cursus, of het laatste deel van de cursus. De cursus is niet zo heel erg lang, hè? 4 weken, in totaal 12 lessen. En vanaf volgende week woensdag, en dan zijn we bij les 8 aangeland, dan gaan we dat laatste deel van het boek in, waar het vooral over spirituele disciplines gaat. Dus dat is een belangrijk aspect, vind ik zelf in elk geval in het werk van Henry Nouwen, dat hij heel goed de gebrokenheid van het leven kan schilderen en ons onder ogen laat zien. Dat hij ook op een heel mooie manier kan beschrijven hoe het allemaal bedoeld is door God, wat Gods passie is om zo te zeggen, hè, dat wij door hem als geliefde kinderen gezien worden. En dat wij deel krijgen aan het goddelijke leven zoals hij dat in Alles Nieuw ook bespreekt. Dat is heel mooi, alleen daar zit een kloof tussen die twee. Hoe kom je van het oude naar het nieuwe leven? En
met dat ik die vraag stel, Henry Nouwen zal er altijd bij zeggen, dat blijft altijd een heen en weer gaan. Henry Nouwen is niet van de succesformules. Hij zegt niet, wij kunnen op een goede dag zomaar het volmaakte leven binnenlopen. Nee, dat blijft een heen en weer gaan tussen het oude en het nieuwe leven. En in dat heen en weer gaan, dan met name de weg die je aflegt tussen dat oude leven en dat nieuwe leven, daar spelen die spirituele disciplines een heel belangrijke rol. Als ik andere mensen in podcasts bijvoorbeeld hoor vertellen over Henry Nouwen, dan zie ik met name dat er veel aandacht is voor de eerlijkheid die Henry Nouwen tentoonspreidt over de gebrokenheid van het leven en de kwetsbaarheid. En dat is prachtig, hè, want we leven in een wereld waar er soms maar weinig ruimte voor is. Henry Nouwen maakt daar heel veel ruimte voor. Er is ook heel veel aandacht voor dat God een liefdevolle God is en dat het evangelie vol vreugde en liefde is en dat het koninkrijk van God een realiteit is. Wat naar mijn inzicht wel eens wat ontbreekt in wat ik even noemde receptie van Henry Nouwen, dus hoe ontvangen we hem, hoe lezen we hem. Wat wel eens wat ontbreekt naar mijn indruk is dat Henry Nouwen zelf heel veel nadruk legt op die spirituele disciplines. De discipline van de eenzaamheid, de discipline van de stilte, de discipline van de Lectio Divina bijvoorbeeld, de discipline van de gemeenschap, de discipline van de dienstbaarheid. Dus het wordt ook altijd concreet in die spirituele disciplines als de plekken en de oefeningen waar wij ruimte maken voor de geest. Nou, daarmee grijp ik al een beetje vooruit op wat er in het tweede deel van de cursus met name centraal zal staan vanuit dat derde hoofdstuk in het boekje Zoek van Harte. Dat zoek, daar zit die menselijke activiteit ook in die ook echt nodig is om de brug te slaan tussen het oude leven en het nieuwe leven. Dat even ter inleiding. Hebben we even de opbouw van het boek helder voor ogen. Al het overige, dat is alles wat ons zo verschrikkelijk bezig kan houden en waar we bezorgd over zijn. Eerst Gods Koninkrijk, dat is het evangelie. Dat Jezus ons leven binnenkomt en zegt het Koninkrijk van God is nabij. Er is vreugde, er is liefde, er is vrede. En zoek van harte, omarm die spirituele disciplines om de weg af te leggen tussen dat oude leven van al het overige dat steeds maar weer centraal staat, naar zoek eerst het Koninkrijk van God. Nou, tegen deze achtergrond gaan we lezen in dat hoofdstuk Eerst Gods Koninkrijk. De citaten staan in beeld. En ik lees ze gewoon eerst even rustig voor en maak er dan een aantal opmerkingen over. Dat is eigenlijk wat ik nu steeds ga doen. Nogmaals, voel je vrij om als je iets wilt vragen of iets wilt zeggen of iets wilt delen of iets wat jou opvalt, om dat in de chat te doen. Die oproep doe ik altijd. Ik zeg er ook meestal even bij, voel je niet verplicht om dat te doen. Ik kan me ook voorstellen dat je iemand bent die zegt, nou, ik vind het heerlijk om gewoon lekker te kijken en te luisteren en het allemaal op me af te laten komen. En ik heb niet zo heel veel behoefte om nou interactief mee te doen. Is ook helemaal prima. Ja, ik lees het voor. Jezus reageert niet op onze onrustige manier van leven met de opmerking: het is beter als je niet zo bezighoudt met de dingen van de wereld. Hij vraagt ons het zwaartepunt te verleggen, het centrum van onze aandacht te verplaatsen, onze prioriteiten te wijzigen. Jezus wil dat we onze aandacht verleggen van de vele dingen naar het enig noodzakelijke. Nou, dat is de inzet van dat tweede hoofdstuk. Hij heeft dus in het eerste hoofdstuk al het overige voor ogen geschilderd, dat die onrustige manier van leven, hè, onrust. Dat is een typisch woord dat bij Henry Nouwen past, wat hem zelf ook karakteriseerde. Jurjen Beumer, dat is een Nederlandse theoloog geweest. We zijn heel kort collega's geweest in Haarlem. Of niet eens per se heel kort, we hebben elkaar een enkele keer ontmoet. En Jurjen Beumer, die was pastor van een diaconaal spiritueel centrum in Haarlem. En was een vriend van Henry Nouwen.
En hij heeft een biografie over Henry Nouwen geschreven. En die biografie heet Onrustig zoeken naar God. Dat als typering van het werk van Henry Nouwen. Onrustig zoeken naar God. Het leven van Henry Nouwen zelf werd getypeerd door onrust. Altijd op zoek. Diepste verlangens nooit bevredigd. En nou, die onrust, dat is eigenlijk altijd over. Hè? Dat je met van alles en nog wat altijd bezig bent. Jezus reageert niet op onze onrustige manier van leven met opmerking. Het is beter als je je daar niet zo mee bezighoudt met de dingen van de wereld. Hè, dat is een mooi ding van Henry Nouwen. Hij zegt niet vanuit, je moet nou maar stoppen met alles. En het is allemaal niet belangrijk en daar moet je niet meer mee bezighouden. Dat is niet wat de richting is die Henry Nouwen wijst. Hij wijst een andere richting. Hij vraagt ons, tenminste Henry Nouwen zegt dat Jezus van ons vraagt om het zwaartepunt van ons leven te verleggen. Het centrum van onze aandacht te verplaatsen, onze prioriteiten te wijzigen. Maar ik vind met name die uitdrukking het centrum, het zwaartepunt te verleggen, het centrum van onze aandacht te verplaatsen. In een van de vorige lessen heb ik dat wagenwiel even naar voren gebracht, waar Henry Nouwen een paragraaf over schrijft in zijn boek Hier en Nu. Dat wiel met allemaal spaken, allemaal dingen die onze aandacht vragen. En dan zit je op de buitenkant ervan, als je daar langs gaat, dus heel veel is dat te doen. Alleen zegt Henry Nouwen, ga nou naar de naaf toe, naar het centrum. Dus dat is een beeld voor wat hij hier alleen met woorden zegt. Hij vraagt ons het zwaartepunt te verleggen, het centrum van onze aandacht te verplaatsen, onze prioriteiten te wijzigen. En misschien zou je moeten zeggen om maar één prioriteit te hebben, namelijk het koninkrijk van God. En dat vinden we in die naaf. Dat vinden we ten diepste in ons hart, in ons binnenste. Dus Jezus wil onze aandacht verleggen van de vele dingen die ons leven vaak onrustig maken, naar het enig noodzakelijke. Jezus spreekt niet over het wijzigen van activiteiten, over het veranderen van contacten en zelfs niet over het terugbrengen van tempo. Hij spreekt over een verandering van hart. Dat is met andere woorden nog een keer hetzelfde gezegd. Je zou kunnen verwachten als we met elkaar zien dat we veel te veel activiteit hebben, veel te druk zijn, dat alles in een veel te hoog tempo moet, dan kun je maar goed zeggen van je moet gewoon langzamer leven. Of je moet je activiteiten minderen. Of maar eens wat minder relaties hebben met zoveel verschillende mensen die allemaal iets van je vragen. Dat is niet het eerste wat gezegd wordt. Want dan blijf je als het ware in hetzelfde model denken. Namelijk, er is een veelheid en daar moet ik maar even wat minder van maken. Nee, je moet naar het centrum toe gaan. Hij spreekt over een verandering van hart. Dus niet starten bij dat vele en dat maar verminderen, of dat snelle en dat maar verlangzamen, maar naar binnen keren, naar je hart toe gaan, naar de naaf van het wiel, en ontdekken dat daar in dat centrum, in het midden, daar ontdekken wij het koninkrijk van God, een verandering van hart. Jezus vraagt ons het hart in het centrum te brengen, daar waar al het overige zijn juiste plek krijgt. Dus het hart in het centrum. Wat is dat centrum? Jezus noemt het het koninkrijk. Namelijk het koninkrijk van zijn vader. Wat Nouwen hier eigenlijk doet, is een definitie geven van het koninkrijk van God. En dat is natuurlijk het thema waar Jezus zeer veelvuldig over spreekt. Het is zelfs het centrale thema van zijn onderwijs. Ik heb daar onlangs een cursus over gegeven. Een heel aantal van jullie heeft dat ook wel gevolgd. De verborgen boodschap van Jezus, dat ging over het koninkrijk van God. En de hoofdstelling van die cursus was eigenlijk dat de centrale boodschap van Jezus terug te vinden is in Markus 1 vers 15, waar hij zegt, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dus het koninkrijk van God als de centrale boodschap van Jezus. En hier zegt Henry Nouwen, zonder dat hij nu heel
expliciet ingaat op een soort theologie van het koninkrijk of zo. Wat wordt ermee bedoeld? Nee, hij zegt eigenlijk heel eenvoudig, wat is dat centrum? Ja, als je gevraagd wordt om van de veelheid naar die eenheid van het centrum te gaan, wat is dat dan? Dat noemt Jezus het koninkrijk, zegt Henry Nouwen, zo tussen neus en lippen doorhaast. Namelijk het koninkrijk van zijn vader. Dus dat is een mooie en wezenlijke gedachte. Als we ons willen richten op het koninkrijk van God, dan is de weg die ons primair gewezen wordt de weg naar binnen, de weg van het hart. Ik zie een vraag, dus die breng ik dan graag even in. Maar is die verandering van hart dan wel een eenmalig gebeuren? We bewegen toch steeds tussen oude en nieuwe leven. Helemaal waar. Dat zal Henry Nouwen ook direct onderkennen. Dan is het mooi dat ik toch even dat overzicht heb laten zien van het boekje. Hè. Eerst een hoofdstuk over het oude leven. Dan een hoofdstuk over het nieuwe leven, waar soms wel eens in wat eenzijdigheid wordt neergezet alsof het ook maar zo gemakkelijk realiseerbaar is, of dat iets soort van iets eenmaligs is. En dit nou spreekt er zelf ook expliciet over trouwens, dat het inderdaad in sommige mensenlevens kan er een heel grote verandering vrij plotseling plaatsvinden. En in heel veel andere mensenlevens is dat veel meer een geleidelijk proces van heen en weer, van pieken en dalen, van vooruitgang en weer achteruitgang. Maar de kern daarvan is dat we in die beweging steeds weer teruggaan naar dat centrum. Het koninkrijk van de Vader dat uiteindelijk ook binnen in ons is. Dat zegt Jezus ook een keer. Het koninkrijk van God is binnen in u, in uw midden. Volgende citaat. Een hart gericht op het koninkrijk van de Vader is tevens een hart gericht op het spiritueel leven. Dit betekent dan ook dat we het leven van de geest in onszelf en tussen ons mensen tot het centrum maken van alles wat we denken, zeggen en doen. Kijk, het hele werk van Henry Nouwen gaat eigenlijk over wat is nu toch spiritueel leven. En hij schrijft, om zo te zeggen, het ene boek na het andere, om steeds weer met nieuwe woorden en nieuwe beelden duidelijk te maken, misschien wel allereerst voor zichzelf, en wij mogen allemaal meelezen, wat dat nou toch is, spiritueel leven. Een hart gericht op het koninkrijk van de Vader is tevens een hart gericht op het spiritueel leven. En als je dat even op je in laat werken, dan is wat Henry Nouwen hier eigenlijk zegt, het koninkrijk is het spiritueel leven. Dus gericht zijn op het koninkrijk van God, dat is spiritueel leven. En nog één stapje verder, dit betekent dan ook dat we het leven van de geest, dus wat Henry Nouwen eigenlijk zegt, tenminste zo interpreteer ik het, dat hij eigenlijk drie begrippen min of meer aan elkaar gelijk stelt, als synoniemen, het koninkrijk van God, spiritueel leven, het leven van de geest. En in die eerdere cursus die ik net noemde, heb ik dat ook een keer naar voren gebracht. En dan zoom ik even in op koninkrijk en op geest. Dat het koninkrijk van God samenvalt met het werk van de geest. Als je in het Nieuwe Testament leest over koninkrijk van God, dan zou je eens kunnen proberen om overal waar koninkrijk van God staat, Heilige Geest in te vullen. En andersom, overal waar over de Heilige Geest wordt gesproken, kun je koninkrijk van God invullen. Dus dat spirituele leven waar Nouwen het over heeft, en dat bij tijd en wijle in zijn behandeling daarvan ook best psychologisch kan aandoen, is uiteindelijk, ik zou bijna zeggen, pure theologie, spirituele theologie. Het gaat uiteindelijk om het leven van de Heilige Geest in ons en tussen ons. Het gaat om het koninkrijk van God waar Jezus altijd over spreekt. En het koninkrijk van God dat Jezus zelf ook belichaamt.
In de chat zie ik, de Bijbel zegt het in Lucas 17, vers 21, dat klopt helemaal. Het koninkrijk van God is in u. Of is binnen, er worden wat verschillende vertalingen voor gebruikt, maar het is heel goed mogelijk om dat te vertalen met het koninkrijk van God is binnen in u. In uw midden, in uw binnenste. Dus koninkrijk, het leven van de geest, spirituele leven, dat is allemaal één en dezelfde werkelijkheid. En die beschrijft Henry Nouwen voortdurend in zijn boeken en ook in dit boek over wat is nou toch spiritueel leven. Wij stappen over, ik deed de dia al verder, maar nog even terug. Boven staat eerst Gods Koninkrijk, de inleiding. Dus we stappen nu over van de paragraaf waar inleiding boven staat. De tekst hiervan komt mee in les 6. En nu heb ik er alleen een paar citaten, uitgebreidere citaten, uitgekozen. We stappen nu over naar het deel waar Henry Nouwen boven heeft gezet, Jezus leven. Dus hij bespreekt dat koninkrijk van God, dat nieuwe leven. En hij laat eerst zien, als we naar het leven van Jezus kijken, op zoek naar wat is dat nou, een spiritueel leven, dan is dit wat we te zien krijgen. Dus hij focust sterk op Jezus. En hij focust sterk op de die nieuwe realiteit van het koninkrijk van God hier op aarde. Naarmate we dieper doordringen in de evangelieverhalen over zijn leven, gaan we meer en meer inzien dat Jezus geen dweper was die van alles voor elkaar probeerde te krijgen om zijn eigen doelstellingen te bereiken. Integendeel, alles wat we weten over Jezus wijst erop dat hem slechts één ding voor ogen stond, namelijk de wil van zijn vader doen. Nou, hier refereert Henry Nouwen in zijn taal als het ware naar dat eerste hoofdstuk over de vele dingen en van al die ballen die we in de lucht moeten houden. Oppervlakkig gezien zou je ook kunnen zeggen, doet Jezus dat ook niet? Jezus was ook maar voortdurend druk met reizen en met spreken en met mensen genezen en met mensen in gesprek gaan. Er komt ook een verhaal in de evangelie voor waarin de moeder van Jezus en de broers en zussen van Jezus naar hem toe komen. Ze dachten dat hij gek was geworden. En we zouden vandaag zeggen, hij vertoonde burn-out verschijnselen. Tenminste, daar was zijn familie bang voor. Dus oppervlakkig gezien is Jezus ook met heel veel verschillende dingen bezig. En oppervlakkig gezien, hij is zijn eigen doelstellingen aan het bereiken. Dat is taal die meer past bij het leven van onze tijd vandaag. Allemaal onze eigen doelstellingen bereiken, allerlei ballen in de lucht houden. Maar dan gaat Henry Nouwen daar een slagje dieper kijken en hij zegt, het lijkt misschien maar zo, maar het is niet zo. Integendeel, alles wat we weten over Jezus wijst erop dat hem slechts één ding voor ogen stond. Dus hij gaat op zoek nu, wat is nou dat ene? Want je kunt nog vrij gemakkelijk zeggen, je moet niet met die veelheid van dingen bezig zijn, je daardoor laten beheersen en naar de bezorgdheid die daarin meekomt. Nee, je moet maar met één ding bezig zijn. Maar goed, dan is het vol. Maar wat is dat ene dan? Nou, hij begint hier eigenlijk te zeggen wat dat ene in het leven van Jezus was. Alles wat we weten over Jezus wijst erop dat hem slechts één ding voor ogen stond. Namelijk de wil van zijn vader te doen. Een paar korte citaten over diezelfde thematiek. Niets maakt in de evangelies meer indruk dan Jezus vastberaden gehoorzaamheid aan zijn vader. Dat woord gehoorzaamheid is nu even belangrijk. Het ene, gehoorzaamheid. Deze gehoorzame relatie met zijn vader vormt het centrum van Jezus leven. Dus daar krijgen we gehoorzaamheid en centrum bij elkaar. Dat woord centrum wat ik aan het begin ook aangaf, dat nieuwe leven, dat is een leven waarin er een nieuw centrum is gekomen. En dat centrum kunnen we ons hart noemen, dat kunnen we het koninkrijk noemen, dat kunnen we de geest in ons noemen. En Henry Nouwen laat nu zien dat dat in het leven van Jezus natuurlijk ook allemaal gold, maar het is ook een gehoorzaamheid aan de Vader, zijn wil doen. En ook in dit boek, ik heb er nu geen citaat van genomen, maar in meerdere boeken kom je dat tegen. Als je trouwens meerdere boeken van Henry Nouwen leest,
Dan treedt er ook wel enige herhaling op. Dat zegt Henry Nouwen ook wel. Hij is nooit per se erop gericht om weer heel nieuwe dingen te zeggen. Hij wilde dingen wel steeds nieuw zeggen. En dat lukt hem ook heel goed. Omdat je toch steeds weer, tenminste dat is wel mijn ervaring, je kunt het steeds weer lezen, omdat hij het steeds nieuw zegt. En die gehoorzaamheid, die heeft te maken met echt met horen, met luisteren. Ik ga even door, want het komt zo op de volgende dia denk ik nog terug. Zijn gehoorzaamheid was een volledig onbevreesd luisteren, hè, daar hebben we het woord luisteren te pakken, naar zijn liefdevolle vader. Tussen de vader en de zoon is alleen maar liefde. Henry Nouwen schrijft ook in dit hoofdstuk dat het woord gehoorzaamheid natuurlijk niet even goed klinkt in ieders oren. Hè. Dat kan ook een soort harde gehoorzaamheid zijn. Je moet maar gewoon doen wat ik zeg. Ja, die gehoorzaamheid. Blinde gehoorzaamheid. Hè. Niet zelf meer nadenken, maar gewoon iets wordt tegengezegd en je hebt maar te gehoorzamen. Dat kan de associatie zijn die rond dat woord hangt. Nou, dat is niet wat Henry Nouwen voor ogen heeft. Hij maakt het dus ook expliciet. Dat is niet wat ik bedoel. Want gehoorzaamheid heeft te maken met horen, met luisteren. En in deze derde zin op deze dia verbindt hij dat ook met liefde. Dat wordt het volgende centrale woord in die zoektocht naar wat is nou die kern, dat ene in het leven van Jezus. Eerst Gods koninkrijk, dat gaat over gehoorzaamheid en ook over liefde. Zijn gehoorzaamheid was een volledig onbevreesd luisteren naar zijn liefdevolle vader. Tussen de vader en de zoon is alleen maar liefde. En het woord gehoorzaamheid moet ook in die context gehoord worden. Liefdevolle gehoorzaamheid. Een intens verlangen hebben om gehoor te geven aan wat de vader, die zoveel van je houdt, van je vraagt. Zo was dat in het leven van Jezus. Ik lees even verder. Ik zie nog een vraag, daar kom ik zo even op terug. Deze onuitputtelijke liefde tussen de vader en de zoon sluit alle vormen van liefde die wij kennen in, maar overstijgt ze tegelijkertijd. En we kennen heel veel vormen van liefde. Liefde tussen ouders en kinderen. Liefde tussen broers en zussen. Liefde tussen man en vrouw. Liefde tussen vrienden en vriendinnen. Alle mogelijke vormen van liefde. Die horen er allemaal bij. In al die vormen van liefde zien wij ook iets van die onuitputtelijke liefde tussen de vader en de zoon. En tegelijk stijgt deze liefde van de vader en de zoon boven al die andere vormen van liefde uit. Ja, dus Henry Nouwen is nu bezig om naast dat woord gehoorzaamheid ook het woord liefde een centrale plek te geven. Deze goddelijke liefde is behoedzaam, maar ook veel eisend, bemoedigend, maar ook streng, zachtmoedig, maar ook sterk. Ze geeft leven, maar aanvaardt ook de dood. Dit is op het lijf van Jezus geschreven, om zo te zeggen. Behoedzaam, maar veel eisend. Het heeft alles van Jezus gevraagd. Bemoedigend, maar ook streng. Dit is de enige manier. Zachtmoedig, maar ook sterk. Ze geeft leven. Overal waar Jezus kwam, daar kwam het leven tot bloei. Maar aanvaardt ook de dood. Het heeft Jezus uiteindelijk zijn leven gekost. Dus eerst Gods koninkrijk, wat is nou dat ene, dat centrum, dat is de liefdevolle gehoorzaamheid, zoals wij die terugzien in de relatie van onuitputtelijke liefde tussen de vader en de zoon. Deze alles omarmende liefde, dus Henry Nouwen spreekt natuurlijk veel over de liefde, en als mensen zijn kernboodschap samenvatten, dan zeggen ze vaak dat wij de geliefden van God zijn. We zitten hier bij het hart van het spirituele gedachtegoed van Henry Nouwen. Deze alles omarmende liefde, de belichaming van de relatie tussen de vader en de zoon, is een goddelijke persoon,
gelijk aan de Vader en de Zoon. Ze wordt genoemd met de naam van één persoon, de Heilige Geest. En ik zei al even dat Nouwen ook een psycholoog was. Er ook best psychologiserend kan schrijven. En dat bedoel ik in principe positief. Hij kent de mens. Hij kent zichzelf. Hij biedt zijn eigen mensenkennis aan ons. Zodat wij ons daarin kunnen herkennen. In de kwetsbaarheid en de gebrokenheid die er is. Maar hij blijft natuurlijk ook theoloog. Hij heeft natuurlijk ook gewoon theologie gestudeerd en filosofie. Dat deden alle priesters. Henri Nouwen was een Rooms-Katholieke priester. Nou, die krijgen een stevige theologische en ook filosofische opleiding. En Henri Nouwen heeft ervoor gekozen om ook nadrukkelijk de psychologie te studeren. Maar hier is hij toch echt wel een theoloog. Deze allesomarmende liefde, waar hij net over gesproken heeft, die belichaamd wordt in de relatie tussen de Vader en de Zoon, die allesomarmende liefde is een persoon. Dus wat Henri Nouwen hier zegt, hij zegt de liefde, de allesomarmende liefde, de allesomvattende liefde, de onuitsprekelijke liefde, de onuitputtelijke liefde, dat is de Heilige Geest. Een goddelijke persoon gelijk aan de Vader en de Zoon, ze wordt genoemd met de naam van één persoon, de Heilige Geest. Hier reikt Henri Nouwen dus een heel aantal basis bijbelse begrippen aan om te laten zien wat is nou dat ene, dat is het koninkrijk, dat is het centrum, dat is het hart, dat is de gehoorzaamheid die vol van de liefde is, dat is spiritueel leven, dat is de liefde, dat is de Heilige Geest. Henri Nouwen probeert woorden te vinden, theologische, bijbelse woorden, om steeds dichter bij dat geheim te komen van wat is nou dat ene, dat centrum van ons leven. Nou, dat werkt hij nog een stapje verder uit. De Vader heeft de Zoon lief en geeft zich weg in de Zoon. Dus eigenlijk geeft hij hier een klein collegetje over de drie-eenheid. In een paar zinnen probeert hij het geheim van de drie-eenheid een beetje zichtbaar te maken. De Vader heeft de Zoon lief en geeft zich weg in de Zoon. De Zoon wordt lief gehad door de Vader en geeft alles wat hij is terug aan de Vader. Die onuitputtelijke liefde die er is tussen de Vader en de Zoon. En dan de Geest is de liefde zelf die de Vader en de Zoon in een eeuwige omarming houdt. Nou, die uitdrukking ben ik zo nog niet vaak tegengekomen in de theologie. Ik weet niet of het nou echt een vondst van Henri Nouwen is. Maar de Geest is de liefde. En de Geest houdt de Vader en de Zoon in een eeuwige omarming. Een hele mooie manier van zeggen. De Geest houdt de Vader en de Zoon in een eeuwige omarming van liefde. Dus dit is eigenlijk, nou, om zo te zeggen, diepgaand theologisch, spiritueel theologisch zou je kunnen zeggen. En dat moet ook allemaal meeklinken in die ene zin die steeds maar weer terugkomt. Jij bent de geliefde. Jij bent de geliefde. Daar zit dit verhaal ook achter. Van een God die liefde is. Van de Geest die liefde is. En die de Vader en de Zoon in een eeuwige omarming houdt. En wij worden uitgenodigd om deel te nemen in die gemeenschap van liefde. En dat is eigenlijk heel, ik gebruik dat woord even, heel Johanneisch. Er zijn vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Matthäus, Marcus en Lucas, die zijn meer verhalende evangeliën. Die vertellen het verhaal. Dat doet Johannes ook wel, maar toch op een heel andere, veel diepere manier. Veel meer theologisch zou je kunnen zeggen. Veel spiritueler, veel meditatiever. Nou, dit is eigenlijk typisch Johannes, om de dingen zo te zeggen. Dus ik denk dat in de theologie van Henri Nouwen ook heel veel trekken van het Johannes-evangelie te vinden zijn. Deze eeuwige liefdesband is zowel het centrum als de bron van Jezus' spiritueel leven. We zijn nog steeds op zoek, eerst het koninkrijk, het ene nodige,
het allerbelangrijkste, het centrum, deze eeuwige liefdesband tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je kunt zelfs zeggen, die liefdesband, dat is de Heilige Geest. Is zowel het centrum als de bron van Jezus spiritueel leven. Een leven van ononderbroken aandacht voor de Vader in de geest van liefde. Nou, weer een mooie trinitarische formulering. Centrum als bron van Jezus spiritueel leven. Een leven van ononderbroken aandacht voor de Vader in de geest van de liefde. Ik kijk even in de chat, want daar komen we nog even terug op Lucas 17, vers 21. Het koninkrijk van God is in u. Zou je dat als het centrum kunnen zien? Hoe lees je deze tekst? Nou, ik lees die tekst zelf inderdaad zo, dat Jezus op deze plek echt zegt dat koninkrijk van God is in u. En dan wijs ik ook naar mijn hart, naar mijn ziel. Ik heb er wel eens over gepreekt en daar heb ik ook wel gezegd, het wordt wel eens verschillend vertaald. Het koninkrijk van God is onder u of in uw midden, zo wordt het ook wel vertaald. Maar het is in ieder geval legitiem om ook te vertalen met het koninkrijk van God is in u. Het is wel een beetje een unieke uitspraak, zou je kunnen zeggen, in de evangeliën. Er wordt veel gezegd, het koninkrijk van God is nabij, het koninkrijk van God is om u heen. Het koninkrijk van God is zoals een zaaier die uitgaat om te zaaien. Het is wel een vrij unieke uitspraak in de evangelie. Het koninkrijk van God is in u. Maar met andere Bijbelse gegevens. Bijvoorbeeld ik in u en u in mij. Dan zitten we wat meer weer in de sfeer van Johannes. Dat in ons. En Paulus die een keer zegt. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus die het koninkrijk is. Dus ik geloof dat in Lucas 17 vers 21 inderdaad wordt bedoeld dat het koninkrijk van God in ons is. Dat het centrum van Gods aanwezigheid in deze wereld in ons is. En dat als wij op zoek zijn naar het koninkrijk van God, wij ook niet allereerst naar buiten moeten kijken, maar van binnen moeten beginnen, waar God zich allang laat vinden. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het koninkrijk van God is binnen in ons. De geest woont in ons. Christus is in ons. Allemaal uitdrukkingen, Bijbelse uitdrukkingen, die ene realiteit proberen te verwoorden. Dat God een God is, die zeker ook boven ons is en om ons heen en buiten ons, maar ook, en dat is niet in elke christelijke stroming even sterk benadrukt, die ook echt in ons woont. Het koninkrijk van God is in ons. De liefde, die is in ons. Die is uitgestort in onze harten. Een vraag, tenminste ik zie nog twee. De geest als bindmiddel, als mantel. Mantel, mooi hè, die omarming. Als bindmiddel, hij is de verbindende factor. De liefdesband, de geest als de liefdesband tussen de Vader en de Zoon. En wij worden uitgenodigd om daarin deel te nemen. Wat geeft Henry nou en ons mee anno nu? Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u ook ontvangen, zegt de Bijbel. Ik denk wat Henry nou en anno nu meegeeft, wat betekent hij vandaag voor ons? Dat is een beetje een grote vraag om nu even snel te beantwoorden. Ik denk er wel even aan, want dat zag ik een tijdje geleden langskomen. Morgenavond geeft in Dordrecht burgemeester Jos Wienen van Haarlem de zogenaamde Henry Nouwen lezing. 24 januari is de geboortedag van Henry Nouwen. Dat is morgen. Ik geloof dat het zijn 94ste geboortedag is. Het is 2024. Hij is van 1932, dacht ik. Dan is het 92ste geboortedag. Ik heb het niet helemaal scherp, maar deze rekensom is nou van, dan komt er 92 uit. De lezing die Jos Wienen gaat houden gaat over wat kunnen wij, oud en jong, vandaag met het gedachtegoed van Henry Nouwen. Nou, ik verwacht dat die lezing terug te kijken zal zijn op YouTube. Dus ik hou dat nauwlettend in de gaten morgen. Ik kon het vandaag nog niet vinden op het YouTube-kanaal van de Wilhelmina-kerk in Dordrecht. Maar daar wordt die lezing gegeven. 2 jaar geleden was daar ook een lezing en die zag ik op YouTube staan.
Dus ik verwacht eigenlijk wel dat die lezing ook daar te vinden zal zijn. Zodra die beschikbaar is, dan stuur ik hem mee met een les. Dus ik hoop dat hij dan vrijdag meekomt, de link naar die toespraak van burgemeester Jos Wienen over de betekenis vandaag van Henri Nouw voor jong en oud. Ik denk dat de betekenis van Henri Nouw er vooral in gelegen is dat wij in een chaotische, agressieve maatschappij opnieuw moeten leren om naar de kern terug te gaan. Om het ene nodige te zoeken, om naar binnen te keren, in ons het koninkrijk te zoeken. Een mooie vraag: woont de geest in elk mensenhart? Dat is een mooie vraag en een belangrijke vraag ook. Ik heb de neiging om daar wel ja op te antwoorden. Niet op dezelfde manier. Hè? Ik geloof dat de geest op een manier werkzaam is in christenen, waardoor hij heel sterk ons met Christus verbindt ook. En de geest die in ons woont is de geest die ons verbindt met Christus, die Christus in ons hart laat wonen. Maar ik geloof dat hij in alle mensen woont. Dat Gods genade zich uitstrekt naar alle mensen. Maar goed, dat roept een heel aantal, dat zijn best wel een diepe theologische vragen. Maar het werk van de geest is in ieder geval breder en ruimer dan alleen maar ja, in christenen. Mensen die bewust Jezus hebben aangenomen als de Heer van hun leven. Ik geloof dat de geest veel breder en ruimhartiger werkt. En overal waar we iets Christusachtigs zien, als het gaat om vrede en liefde en zachtmoedigheid en geweldloosheid, daar zien we ook iets van het werk van de geest in mensen. Nou, daar is veel meer over te zeggen. Ik hoop dat dit voor nu even genoeg is. Ik zet de volgende dia in beeld. We zijn nog steeds bezig met het leven van Jezus, waarin dat ene zichtbaar wordt. De volle omvang van Jezus' veelzijdige dienst zullen we pas dan kunnen bevatten als we ervaren hoe de vele dingen van het eerste hoofdstuk, de vele dingen waar we zo bezorgd over kunnen zijn, die ons uiteindelijk ook wrokkig kunnen maken en ons een zekere zwaarmoedigheid kunnen bezorgen, neerslachtigheid, hè, zoals Henri Nouw daar in het eerste hoofdstuk over spreekt. Als we ervaren hoe de vele dingen geworteld zijn in één enkel ding. Henri Nouw gooit dus die vele dingen niet zonder meer weg. Wat ik aan het begin zei, hij zegt niet, er zijn heel veel dingen, zorg maar dat het er minder worden. Hij zegt niet, je leeft veel te snel, ga langzamer leven. Nee, hij zegt, verplaats het centrum van je aandacht. Niet altijd op die vele dingen gericht, maar op het ene, één enkel ding. Luisteren naar de Vader in de intieme omgang van een volmaakte liefde. En met alles wat ik tot nu toe gezegd heb, allemaal gebaseerd op wat Henri Nouw daar zelf over schrijft, hè, zou dit een samenvattende typering kunnen zijn van wat we Koninkrijk van God noemen, wat we spiritueel leven noemen, wat we de onvoorwaardelijke liefde noemen, wat we gehoorzaamheid noemen. De kern, het ene, luisteren naar de Vader in de intieme omgang van een volmaakte liefde. Ja, we maken nu de overstap binnen dat hoofdstuk over eerst Gods Koninkrijk van Jezus leven naar ons leven. Dus wat Henri Nouw heeft gedaan, hij heeft geprobeerd iets te laten zien van dat ene wat onder het vele ligt. De naaf en niet de vele spaken. Dat ene wat onder het vele, hoe ziet dat er dan in ons leven uit? Dat is het volgende onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. En dan schrijft hij, ons leven is voorbestemd om te worden zoals het leven van Jezus. Hij kwam niet alleen om ons te bevrijden uit de boeien van zonde en dood, maar ook om ons binnen te leiden in zijn eigen goddelijk leven. Nou, dat is best een diepgaande en ook wel spannende zin. Ons leven is voorbestemd om te worden zoals het leven van Jezus.
We zijn voorbestemd om gelijkvormig aan Christus te worden. Dat is een heel belangrijke notie in het werk van Henry Nouwen. De vragen die ik kreeg via dat vragenformulier, er zat ook één vraag bij. En de vragensteller zei zelf, nou, misschien is het een beetje te specifiek. Maar ik geef de vraag toch even kort door. De vraag was, hoe kan het dat in onze GKV-kringen, ik ben zelf ook predikant in de, niet meer de GKV, dat heet tegenwoordig de NGK, maar ik kom uit diezelfde kerkelijke traditie, de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Hoe kan het dat in die kerken er zo weinig aandacht was voor deze thematiek, worden als Jezus, dat hij ons niet alleen kwam bevrijden uit de boeien van de zonde en de dood, maar ook om ons binnen te leiden in zijn eigen goddelijk leven. Dat is niet taal die ik, laten we zeggen, ook in mijn jeugd of in mijn theologische opleiding zo gehoord heb. Dat Jezus is gekomen om ons binnen te leiden in zijn eigen goddelijk leven. Wij krijgen deel aan het goddelijke leven van Jezus. Dus daar gebeurt theologisch, om zo te zeggen, ook weer heel veel. Nou is Henry Nouwen natuurlijk geen gereformeerde predikant geweest. Hij was een Rooms-katholieke priester. Daar zeggen ze de dingen toch weer een beetje anders. En nou, we leven in een tijd, en daar mogen we ons wat mij betreft gelukkig in prijzen, dat we op een veel ongedwongener en nieuwsgieriger manier luisteren naar elkaar in de verschillende tradities. In de gereformeerde traditie, de protestantse traditie, de evangelische traditie, de Rooms-katholieke traditie, of ook de orthodoxe traditie. Dan moeten we meer aan het oosten denken, aan landen als Rusland en de Griekse orthodoxie. En in dit kader is het wel goed om dat even te benoemen, dat Henry Nouwen hier meer op het spoor zit van wat in de Oosterse orthodoxie, dat is de Oosterse tak van het christendom, heel veel gesproken wordt over de zogenaamde theosis, de vergoddelijking, dat de mens als God wordt. En dat is een misverstandwekkende uitdrukking, voor iemand die meer in het Westen groot is geworden. Maar daar wordt mee bedoeld dat het goddelijke leven van Jezus ook echt gestalte krijgt in ons leven. Wij worden niet God. Daar blijft altijd een oneindig verschil tussen een mens en God. Maar dat goddelijke leven, wij worden uitgenodigd om daarin binnen te gaan. Dat is taal. Ik weet natuurlijk helemaal niet wat jouw achtergrond is als het om deze dingen gaat. Maar vanuit mijn achtergrond is het taal die voor mij nieuw was in elk geval. Ik ken die taal al langer nu, want ik lees al vrij lang Henry Nouwen en ik lees ook wel meer vanuit die Oosterse christelijke theologie. Maar ik kan me ook voorstellen dat het nog wat nieuw klinkt. Zometeen komt er nog wel een citaat waarin dat ook nog weer naar voren komt. Ons leven is voorbestemd om te worden zoals het leven van Jezus. Hij is gekomen om ons binnen te leiden in zijn eigen goddelijke leven. Jezus is gekomen om ons zijn eigen leven te geven en ons op te nemen in de liefdesgemeenschap met de Vader. Dat is weer Johannes in zijn evangelie, die steeds laat zien hoe de Vader en de Zoon vol liefde met elkaar omgaan. En die liefde is de Heilige Geest. En daar zit een uitnodiging in, kom binnen. Dat is wat God tegen mensen zegt. Wees mijn kind en kom binnen in onze liefdesgemeenschap. Wij worden opgenomen in de goddelijke omarming, in de goddelijke omhelzing. Dat is theologisch gezien wat Henry Nouwen aan het doen is. Nou, en hier is al die zin, en die gaat ook terug op een kerkvader uit de 4e eeuw, of 6e eeuw, heb ik even niet paraat, Irenaeus. En die heeft gezegd, God werd mens, zodat een mens God kon worden. Ook weer heel kort en daardoor misschien een beetje misverstandwekkend geformuleerd, maar God is mens geworden opdat een mens God zou worden. Jezus is geworden zoals wij, opdat wij zouden worden zoals Hij. Hele korte zin, maar er zit heel veel achter. Jezus is geworden zoals wij, opdat wij zouden worden zoals Hij. Dus Jezus heeft zijn goddelijkheid als het ware afgelegd en is mens geworden. En als wij in hem geloven, als wij ons door hem laten omhelzen,
dan kunnen wij worden zoals hij. Dan worden wij opgenomen in het goddelijke leven. Hij hechtte niet aan zijn gelijkheid met God. Integendeel, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij werd op die manier zoals wij, opdat wij zouden worden zoals hij en zouden delen in zijn goddelijk leven. Dus hier zegt hij het helemaal expliciet. Deze radicale transformatie van ons leven is het werk van de Heilige Geest. En dan komen we ook bij een heel centraal motief in het werk van Henry Nouwen. Die transformatie, een radicale transformatie, echt een verandering. Met op de achtergrond dat het soms een langzame verandering is, een heel erg stapsgewijze verandering, soms nauwelijks merkbaar, soms denk je dat het eerder minder wordt. Soms kan het ook heel plotseling en snel gebeuren in het mensenleven, dat bestaat ook. Maar een radicale transformatie, waarin er iets van gebeurt, Jezus is geworden zoals wij, opdat wij zouden worden zoals hij. Dat wij steeds meer aan Christus gelijkvormig worden. Ik kijk even in de chat. Iemand zegt op deze site staat een link naar YouTube. Ik weet niet of je daarmee bedoelt de link naar die lezing van de Jos Wiene. Moet je misschien nog even duidelijk maken als je wilt. En welke site dat is. Geschapen naar het beeld van God. Steeds meer voldoen aan de roeping om daadwerkelijk beeld van God te worden. Helemaal goed. Dus waar we het nou over hebben. Dat is hetzelfde thema als dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. En dat het onze roeping is om door de Heilige Geest en door de liefde dat beeld steeds meer zichtbaar te maken. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. En we zijn geroepen om dat beeld van God steeds meer en steeds weer te vertonen in ons leven en aan de mensen om ons heen. Dus de radicale transformatie of de weg van het oude leven naar het nieuwe leven. En die weg is een weg om af te leggen. En dat gaat onder andere via de spirituele disciplines. Maar die ondersteunen die radicale transformatie van ons leven. En die is het werk van de Heilige Geest. We zullen het er ongetwijfeld ook nog over hebben. Hoe nou de verhouding is tussen het werk van de Heilige Geest. En onze inspanning in die spirituele disciplines. Zoals die van de eenzaamheid of het alleen zijn of de stilte of de dienstbaarheid of de gemeenschap. Jezus zendt de geest zodat die ons kan leiden naar de volle waarheid van het goddelijke leven. En hier gebeurt ook weer iets heel belangrijks en ook heel theologisch, ik gebruik het woord theologisch, ik bedoel dat niet om af te schrikken en te zeggen dat is dus heel moeilijk of zo, maar ik bedoel daar vooral mee te zeggen dat op het eerste gezicht het er wel eens op lijkt dat Henry Nouwen ook heel erg psychologisch schrijft, dat doet hij dus ook. Hij kan heel dichtbij komen in zijn beschrijving van hoe mensen zijn en hoe mensen zich voelen. Maar hij is ook altijd theoloog en nu is hij dat ook weer in deze passage, Jezus zendt de geest, zodat die ons kan leiden naar de volle waarheid van het goddelijk leven. Hij spreekt niet zonder meer over de waarheid, maar over de waarheid van het goddelijk leven. Met die waarheid, en dit is een heel belangrijke gedachte. Met die waarheid is niet bedoeld een idee, of een denkbeeld, of een leerstuk, maar een waarachtige relatie. Het is een heel belangrijke, tenminste ik vind het een heel belangrijke inzicht. Het woord waarheid wordt heel sterk opgevat als een idee of een denkbeeld of een leerstuk. En we slaan elkaar dan met de waarheid om de oren en dit is jouw waarheid en dat is jouw waarheid. Of in de kerk maken we ruzie over allerlei thema's, want de een heeft de waarheid in pacht en de ander dus niet. Dat je een bepaalde overtuiging moet hebben. En als we daar ietsjes langer bij stilstaan, dan is er gelukkig ook altijd iemand die zegt, ja, maar wacht eens even, waarheid is niet een overtuiging, waarheid is een persoon. Dus Jezus Christus is de waarheid. En dan hebben we al een heel belangrijke stap gezet als we dat ontdekken, dat we niet in allerlei waarheden geloven, maar dat we in Jezus geloven die de waarheid in eigen persoon is. Dus de waarheid is een persoon geworden. Henrik Nouwen gaat hier
misschien nog wel één stapje verder. Hij zegt, die waarheid is een waarachtige relatie. Dus de waarheid waar de Bijbel over spreekt, is een waarachtige relatie, een relatie van liefde. Als wij in de waarheid worden binnengeleid, gebeurt dit in dezelfde relatie die Jezus had met de Vader. Wij gaan een verbintenis aan met God. Dus Jezus zendt de Geest, zodat die ons kan leiden naar de volle waarheid van het goddelijk leven. En dat is dus, wij worden naar de volle waarheid geleid als wij ons laten leiden naar die intieme relatie tussen de Vader en de Zoon. En deel gaan uitmaken van die relatie die uiteindelijk de liefdesrelatie is die wij ook Heilige Geesten noemen. Nou, dat zit er dus allemaal onder bij Henri Nouwen. Het is een dun boekje, de teksten zijn vrij kort, maar ik ben er toch steeds wel weer verwonderd over hoeveel ook spirituele en theologische diepgang er in die teksten zitten. Het lijkt wel alsof Henri Nouwen het allemaal zo even opschrijft. Dat zegt hij in het begin, hè? Herinner ik me nu even, helemaal in de eerste les kwam het al naar voren. Telkens dacht ik dan, als mensen vroegen, wat bedoel je eigenlijk als je spreekt over spiritueel leven? Telkens dacht ik dan, kon ik hun maar een eenvoudig boekje geven met een begin van een antwoord? Nou, dat boekje zijn we nu aan het lezen, een eenvoudig boekje. Hij noemt het nu zelf een boekje, dus het is ook niet heel erg als ik dat doe. Met een begin van een antwoord. Ik wilde graag een tekst schrijven die in een paar uur te lezen is en die zowel kan uitleggen wat spiritueel leven is als ook het verlangen wekt om zelf zo te gaan leven. Dat heb ik toen ook aangegeven in een van de eerste lessen. Het geeft uitleg, maar het wekt ook het verlangen. Nou, er zit dus ook heel veel theologische, spirituele diepgang in die eenvoudige woorden, eenvoudige stukjes tekst die Henri Nouwen schrijft. En iemand zegt, ik vind het een heel verduidelijke uitleg van het woord waarheid. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Ik geef alleen maar een uitleg van iemand anders door. En van Henri Nouwen. En het was voor mij ook echt een eye-opener toen ik dat weer las. Ik was al wel gewend aan, de waarheid is een persoon, is Jezus Christus. Maar dit gaat nog een slagje verder. De waarheid is de waarachtige relatie die er is tussen de Vader en de Zoon. En waarin wij mogen participeren. De volle waarheid van het goddelijke leven. Dat tussen de Vader en de Zoon is door de Geest. En dat ook in ons is door de Geest. Dit zijn natuurlijk allemaal hele grote en mooie woorden. En ze voelen misschien ook een beetje onbereikbaar. En dan breng ik weer even in herinnering dat wij nu in hoofdstuk 2 van het boek zijn. Hoofdstuk 1 ging over de gebrokenheid van het leven, van het oude leven, waarin heel veel bezorgdheid is en heel veel wrokkigheid en teleurstelling. En nou, alles wat er maar wel niet bij hoort, een gejaagd gevoel kun je hebben, een onrustig gevoel. We zijn in het tweede hoofdstuk, waarin Henri Nouwen probeert woorden te geven aan die prachtige realiteit van het Koninkrijk van God en van het goddelijke leven en van Jezus en van de Vader en van de Heilige Geest. Dat kan ook wat onbereikbaar klinken. Het derde deel van het boek gaat dus over hoe loopt de weg van het oude naar het nieuwe leven, waar die spirituele disciplines dan een rol in spelen. Maar hij schildert het hier dus zo mooi mogelijk voor ogen. En ik zie een opmerking, Johannes de Doper zei, hij moet wassen, groeien, hij moet groter worden en ik moet minder worden. Dat is, staat in Johannes 3 vers 30, dacht ik. Dat is inderdaad die werkelijkheid van de vergoddelijking, van het deel krijgen aan het goddelijk leven. Dat Christus steeds meer zichtbaar wordt door mij heen. En dat hij zichtbaar wordt. En daarin steeds groter wordt. En ik word kleiner en daarmee is niet bedoeld van dat ik mezelf moet weggooien of zo. Maar het is zo mooi dat Jezus naar buiten komt en dat Jezus zichtbaar wordt. Volgende citaat. Jullie kunnen dat niet zien. Ik heb 25 dia's in totaal en dit is nummertje 17. En we gaan ook richting het einde, want we zijn al ruim een uur onderweg.
Ik had al gezegd dat de informatiedichtheid vrij groot was. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je deze video later terugkijkt, dat je even op pauze klinkt. Nou, ik ga een ander moment ga ik weer eens verder kijken. Of dat je het nog eens weer terugkijkt. Doordat de Heilige Geest neerdaalt op de leerlingen en op hen rust, wordt hun leven omgevormd tot een leven dat gelijk is aan dat van Christus. Het is een leven dat in het teken staat van de liefde tussen de Vader en de Zoon. Spiritueel leven is in feite een leven waarin wij worden opgenomen in en deel krijgen aan het goddelijk leven. Dus steeds weer zegt Henry Nouwen het, spiritueel leven, dat gaat over het leven van God zelf, het leven van Christus, het leven van de Heilige Geest in ons, de liefde in ons. Spiritueel leven is in feite een leven waarin we worden opgenomen in en deel krijgen aan het goddelijk leven. Er zijn ook diepgaande omschrijvingen. Spiritueel leven is dus niet dat je veel bidt en veel Bijbel leest. Dat zou in de eerste instantie zou je daaraan kunnen. Als ik wat spiritueler ga leven, dan ga ik wat meer bidden, meer Bijbel lezen. Ik ga meer stil zijn. Ik ga naar het klooster toe. Dan zitten we als het ware in hoofdstuk 3. Maar hoofdstuk 2 is wezenlijk. Wat is nou spiritueel leven? Een leven waarin wij worden opgenomen in en deel krijgen aan het goddelijk leven. Het spiritueel leven is niet zozeer iets wat wij doen, maar iets wat aan ons wordt gedaan. Dat de Heilige Geest in ons werkt, dat is spiritueel leven. Spiritueel leven is niet allereerst dat ik iets doe, maar spiritueel leven is dat er iets aan mij, in mij gedaan wordt door God zelf. God is leidend, de Heilige Geest is leidend. Wij worden ingeschakeld, hoofdstuk 3, spirituele disciplines. Maar nu in hoofdstuk 2 zeggen we het zo. Wij worden opgenomen in en krijgen deel aan het goddelijk leven. Leven in Jezus' geest. En in de inleidende video bij deze cursus zei ik even, ik gebruik zelf als definitie van spiritualiteit leven in de geest van Jezus. En ik werd me pas nu rond deze cursus er weer van bewust dat het een heel erg Henry Nouweniaanse definitie is. Leven in de geest van Jezus. Hier staat het letterlijk. Leven in Jezus' geest, spiritualiteit, spiritueel leven, is dan ook een leven waarin Jezus' komst in de wereld, zijn menswording, zijn dood en zijn verrijzenis, wordt voortgezet door degenen die dezelfde gehoorzame relatie met de Vader zijn aangegaan als deze die Jezus' eigen leven kenmerkte. Dus Henry Nouwen grijpt hier terug op die gehoorzaamheid, die gehoorzame liefdesrelatie tussen de Vader en de Zoon. En leven in de geest van Jezus, spiritueel leven, is in wezen dat het leven zoals Jezus dat geleefd heeft, ook in ons zichtbaar wordt. Menswording, spiritueel leven betekent steeds meer mens worden. Het betekent ook sterven, het afsterven van de oude mens, maar ook onze kwetsbaarheid. Dat juist onze kwetsbaarheid en vergankelijkheid een vindplaats van Gods genade wordt. En de verrijzenis, het nieuwe leven. En als wij zonen en dochters geworden zijn, daar dat krachtige motief in het werk van Henry Nouwen, jij bent Gods geliefde zoon, jij bent Gods geliefde dochter. Als wij zonen en dochters geworden zijn zoals Jezus de zoon was, dan zetten wij in ons leven de zending van Jezus voort. Er is dat deel krijgen aan het goddelijk leven, dat is participeren in de zending van Jezus in deze wereld. Wij zijn vandaag als Jezus in deze wereld, wij zijn vandaag kleine Christussen. Die uitdrukking die breng ik nu even in, die komt op een ander moment in de cursus terug. In het boekje dienstbaarheid, nederigheid en dienstbaarheid spreekt Henry Nouwen erover. Dat komt in een van de volgende lessen terug. En het is ook een uitdrukking die C.S. Lewis een aantal keren gebruikt in zijn bekende boek Eenvoudig Christendom, Mere Christianity. Hij zegt dat wij kleine Christussen worden. Dat is helemaal de taal eigenlijk van Henry Nouwen ook. Dat Christus door ons heen zichtbaar wordt. Wij leven als kleine Christussen, wij zetten de zending van Jezus, de Zoon van God, voort. Spiritueel leven is mogelijk op evenveel manieren als er mensen zijn. Dat ondersteunt wat ik net zei. Christus wordt groter, ik word kleiner.
Maar dat betekent niet dat ik onzichtbaar word. Hij wordt zichtbaar door mij heen. Op evenveel manieren als er mensen zijn. Nieuw is dat we ons centrum verlegd hebben. He, daar komt die kerngedachte van dit boek naar voren. Nieuw is dat we ons centrum verlegd hebben van de vele dingen naar het Koninkrijk van God. Dat we bevrijd zijn van de druk van onze wereld en ons hart geopend hebben voor het ene, voor het enig nodige. Dat we de, en dan komt hij terug op die veelheid, dat we de vele ontmoetingen met mensen, de dingen en gebeurtenissen, he, die er nog steeds zijn. Maar we ondergaan ze niet meer als eindeloze redenen voor bezorgdheid. Het nieuwe is dat we de rijkdom en verscheidenheid beginnen te ervaren van de talloze manieren waarop God ons van zijn aanwezigheid blijk geeft. Pas als je leeft vanuit het centrum, kun je ook ontdekken dat in die veelheid van ervaringen, veelheid van dingen die er te doen zijn, veelheid van ontmoetingen en relaties, dat in elk van die dingen, die vele dingen, toch ook iets van God zichtbaar wordt. Waardoor er een nieuwe eenheid is in de veelheid. Het zijn talloze manieren waarop God ons van zijn aanwezigheid blijk geeft. Er is altijd een innerlijk gevoel van eenheid. Die zin moeten we weer lezen in het kader van hoofdstuk 2, waarin Henry Nouwen op een krachtige wijze dat nieuwe leven van het koninkrijk neerzet, dat voor ons wel eens wat onbereikbaar aanvoelt. En wat hier ook wel eens zo beschreven wordt van dit is te mooi om waar te zijn, dit is te volmaakt. Deze zin hoort daar een beetje bij. Er is altijd een innerlijk gevoel van eenheid. Hij bedoelt niet te zeggen dat hij het zelf zo ervaren heeft. Hij bedoelt ook niet te zeggen dat wij dag in, dag uit, uur in, uur uit, altijd dat innerlijke gevoel van eenheid hebben. Maar als wij die weg gaan van de veelheid naar de eenheid, van de vele dingen naar het ene koninkrijk, dan zullen wij merken dat dat innerlijke gevoel van eenheid steeds sterker wordt. We beseffen dat we ons in het centrum bevinden en dat we van daaruit alles wat bestaat en gebeurt opvatten als onderdeel van het mysterie van Gods leven met ons. Nou, dan komt ook dat beeld van dat wagenwiel weer naar voren. We beseffen dat we ons in het centrum bevinden, in de naaf, en dat we van daaruit alles wat bestaat en gebeurt opvatten als een onderdeel van Gods mysterie, van het mysterie van Gods leven met ons. In de chat, opwekking 6:89, spreek o Heer door uw heilig woord dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. Wij mogen ons gelukkig prijzen inderdaad met opwekkingsliederen, ook wel andere liederen hoor. Er zijn zeker ook wel liederen over waarin deze werkelijkheid woorden krijgt. Heel veel kerkliederen gaan over dat we uit de boeien van de zonde worden bevrijd. En daar wil ik ook niets aan afdoen. Maar het zou mooi zijn dat er ook heel veel kerkliederen waren. En ik weet niet, het is niet een lied van Sela dit. Sela heeft de neiging, positief bedoeld, om die realiteit ook zo te verwoorden. Maar dit lied doet het ook op een heel mooie manier. Verander ons naar uw evenbeeld. Dus ook in onze liederen vinden we deze theologie terug. Al dat andere dat ons eerst zozeer bezig hield en bezorgd maakte, is nu een geschenk. Het is een uitdaging die het nieuw ontdekte leven komt versterken en verdiepen. Het betekent, dus heel positief, al dat andere wat eerst alleen maar reden tot bezorgdheid gaf, we leren dat vanuit het centrum zien als steeds weer nieuwe dingen die God op onze weg brengt, als geschenk. En als uitdaging om dat nieuwe leven binnenin ons te versterken en te verdiepen. Dat betekent echter niet dat het spirituele leven de dingen voor ons gemakkelijk maakt. Of onze strijd en pijn weggeeft. En er nou is er volstrekt helder over. Wij krijgen niet opeens een glad leven waarin alles goed loopt. Juist door het lijden heen komt God ons tegemoet, is ook wat hij schrijft. Nou, ik ga echt naar de afronding toe. Jullie zien bovenaan u staan eerst Gods Koninkrijk conclusie. Eerst Gods Koninkrijk. Ik hoop, schrijft Henry Nouwen,
dat deze woorden weer wat nieuwe betekenis hebben gekregen. En dat vind ik altijd wel mooi bij Henry Nouwen. Hij is niet een exegeet. Hij gaat geen teksten uitleggen. Hij citeert teksten. Hij gebruikt Bijbelse taal. En schrijft er op zijn eigen wijze over wat hij ontdekt heeft. Zonder het uit te leggen. En nou zegt hij, ik hoop dat deze woorden weer wat nieuwe betekenis hebben gekregen. Ze vormen een oproep om Jezus te volgen op zijn weg van gehoorzaamheid. Wordt gehoorzaamheid weer. Om met hem deel uit te maken van de gemeenschap die ontstaat door de veeleisende liefde van de Vader. En om helemaal van daaruit te leven. Vanuit dat centrum van het Koninkrijk van God dat binnen in ons is. Het Koninkrijk, en dit is de laatste. Het Koninkrijk is de plaats waarheen Gods geest ons roept en leidt. Is de plaats waar hij ons geneest en voortdurend vernieuwt. Als we van harte dat koninkrijk zoeken, zullen onze zorgen langzamerhand naar de achtergrond verdwijnen, omdat de vele dingen waarover wij ons zo bezorgd maken, op hun plek beginnen te vallen. Nou, dat is een mooie visie, een mooie droom. En misschien klinkt het wel een beetje te mooi zelfs, maar misschien heb je er ook al iets van ervaren. Dat er vele dingen waarover je vroeger zo bezorgd kon maken. En het kan er ook zomaar weer zijn die bezorgd hebben. Maar dat je toch zegt. En ja, omdat ik in het centrum ben. En probeer te blijven. Ontdek ik steeds vaker dat die overbezorgdheid die ik vroeger had. Minder is geworden. Ik ben minder bezorgd geworden. Ik ben meer in staat om het los te laten. Omdat ik vanuit het centrum leef. Het begint allemaal op zijn plek te vallen. Het koninkrijk is de plaats waarheen Gods geest ons roept en leidt, waar hij ons geneest en voortdurend vernieuwt. En die plaats is ten diepste ons hart, ons binnenste. Daar komt God ons leven binnen. Nou, daarmee kom ik aan het einde. Ik heb beloofd het van een uur tot drie kwartier. Dus ietsjes langer geworden nog zelfs. Dus dit is de afronding. Ik ga er nu niet veel meer aan toevoegen. Bedankt ook voor de opmerkingen die er in de chat even waren. Om nou, zo'n klein beetje interactie ook te hebben. Ik hoop vooral dat wat ik gedeeld heb. Ik zal mezelf even groot in beeld zetten. Ik hoop dat wat ik gedeeld heb je helpt. Allereerst om het gedachtegoed van Henry Nouwen nog wat beter te zien en te leren kennen. Ik hoop dat het je helpt bij het lezen van de teksten van Henry Nouwen. Dat het je helpt in je eigen zoektocht naar het Koninkrijk van God. In je eigen verlangen om spiritueel te leven. En ik hoop dat het, nou, dit webinar zo bijdraagt aan het beter leren kennen van het spirituele gedachtegoed van Henry Nouwen. Nou, daarmee ga ik afronden. Ik zie nog één opmerking om even op te reageren. Wanneer ieder mens Gods geest heeft, hoe verhoudt zich dat tot de opdracht? Maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, dat is een mooie vraag. Het gaat me nu wat te ver om daarop te reageren. Je zou kunnen zeggen, hè, laat alle mensen kennis maken die nog onwetend zijn van de geest die in hen woont. Maar dat is een hele korte antwoord is dat. Ik heb wel eens vaker gezegd, op een vraag moet je eigenlijk geen antwoord geven, maar een respons. En een respons betekent dat de vraag serieus wordt genomen en dat we elkaar helpen om op de weg van die vraag weer een stukje verder te komen. Nou, ik hoop dat je geniet van Henry Nouwen en van de teksten van Henry Nouwen en van al het materiaal wat je in de cursus krijgt aangeboden. En graag tot een volgende keer. Hè, over 9 dagen. Op donderdag volgende week. Is dat 2 februari. Is dat dan geloof ik. Of juist 1 februari. Ik heb even niet de datum paraat. Maar van volgende week donderdag. Is het tweede webinar. Waarin dan het derde hoofdstuk van het boek van Henry Nouwen. Centraal zal staan over spirituele disciplines. Ik neem afscheid. Graag tot ziens. Doeg.